Volgens onderzoek van het Trimbos Instituut is het aantal ecstasy-slachtoffers de laatste jaren wel gestabiliseerd, maar neemt de ernst van de intoxicatie nog steeds toe. Dat beeld herkent Femke Gresnicht, spoedeisende hulparts bij het OLVG. Wij zien ecstasy niet als het meest frequente probleem van drugs op de spoedeisende hulp. Maar wat wij wel heel duidelijk merken is dat als die mensen komen bij ons op de spoedeisende hulp, dat ze altijd heel ernstig ziek zijn. Gresnicht krijgt ecstasy-patiënten in levensbedreigende toestand binnen doordat ze oververhit zijn of bij de pillen te veel water hebben gedronken. Maar ondanks ernstige incidenten, zoals 3 doden tijdens het Amsterdam Dance Event in 2014, is het gevaar van ecstasy relatief, zegt hoogleraar verslavingszorg Wim van der Brink. Ecstasy hoort tot de minder risicovolle middelen. Minder risico dan alcohol, minder risico dan roken, minder risico misschien wel dan cannabis. Het ligt er ook een beetje aan hoe je de risico's definieert. Hoe bedoelt u? Nou ja, je kunt kijken naar de kans op verslaving. Die is heel groot bij opiaten en ook wel bij cocaïne. Die is heel klein of eigenlijk afwezig bij ecstasy. Je kunt natuurlijk ook kijken naar lichamelijke consequenties en die is heel groot bij alcohol. En die is eigenlijk bij ecstasy ook heel beperkt. Volgens Van der Brink daalt het ecstasygebruik onder jongeren. Het gevaar zit vooral in het feit dat de drug illegaal is en je dus niet weet hoe sterk de pil is en of er ook andere stoffen in zitten. Vaak zit in 1 ecstasypil al een overdosis, zegt OLVG-arts Gresnicht. Juist daarom zijn van alle drugspatiënten die zij binnenkrijgt de ecstasygebruikers haar grootste zorg. Zelfs GHB-patiënten zijn goed te behandelen, mits ze op tijd op de spoedeisende hulp belanden. En meestal zien we dat die mensen na 1 uur of 3, 4 wakker worden en het ziekenhuis weer verlaten. Dus ja, het grootste risico daarbij is voordat je het ziekenhuis haalt. Terwijl bij ecstasy is het risico nog steeds, als wij daar heel hard aan werken met alle middelen die we hebben, kunnen we nog steeds niet per se voorkomen dat het misgaat.